Wat krijg je als je Mass Effect, Doom, The Last of Us en nog wat andere sci-fi-stuff in een blender gooit? En je gooit er wat ballisto's bij. De Callisto-protocol. Ik vind het heel bijzonder dat je al deze games opnoemt en niet Dead Space noemt. Ja, ja I, know, I know, die zat nog in, die pak, in dat pak ballisto's. Ik was die vergeten. Shit. Dit, is, dit is gewoon een onofficiële sequel van, van, van Dead Space. Misschien was het te voor de hand liggend. Uh, nee, nee, nee. nee. Ja, ja, misschien wel, want het komt natuurlijk van Glenn Schofield. Die, ja. uh, die heeft aan Dead Space gewerkt. Nu met een nieuwe studio, Striking Distance Studios. En ik vind het grappig ook dat je Doom zegt. Ja. Want ik denk dat heel weinig mensen dat zou zeggen. En tijdens mijn playthrough had ik ook zoiets van... Dit heeft heftige fucking Doom vibes. Ja, ja en, zeker. En niet zeker. op een manier van, um, van een first person shooter of wat dan ook. Maar een beetje een mix van... Ja, hoe leg ik dat uit? Doom 3 natuurlijk. Ja, want dat, ja. is, dat is de meest horror vibe achtige Doom die, ja, we, die ja, we kennen. Ja. En de grafische stijl natuurlijk. Het, uh, ja, Precies, zeg maar, het... maar ook Doom 1. Omdat, Doom 1? Dat ja, omdat je, om de, ja, ja de, ne, dat heeft niks met gameplay te maken... Maar wel een beetje met de vormgeving van die wereld te maken. En uh, vooral wanneer Doom 1 speelt zich natuurlijk volgens mij gewoon op een basis op Mars mm -hmm. af. Ah, ik snap het. En dan het, zie ja. je al die verschillende faciliteiten. Ja. Weet je? Ja. En dat ja. heb je hier ook. Ja, ja want uh, nou ja, om even kort uit te leggen, uh, ja, wat is Callisto Protocol? Nou ja, Callisto Protocol is dus het ja, soort van uh, het nieuwe kind van John, nee, Glenn Schofield, de maker ja. uh, van Dead Space. Een ja. van de makers volgens mij. Ja. Maar in ieder geval, hij had blijkbaar zin om uh, nou ja, nog een sci-fi horror game te maken. Ja, ik, de ik denk dat hij heel graag met, uh, met Dead Space opnieuw aan, uh, aan de slag was gegaan. Maar ja. Dead Space is van IA natuurlijk. En IA uh, heeft, uh, volgens mij, was er naar Dead Space 3, hebben ze die studio uh, gesloten. Ik weet even niet meer hoe die studio was. Ja. Was dat Volition? Nee, het was niet Volition. Nee, niet Volition. Het uh, was volgens mij ook iets met een V. Maar, ja, maar de, comments, de comments zullen het uitwerken. Nee, ik wou net zeggen, daar twijfel ik niet aan. Die, uh, die zullen ja. me vast wel helpen verbeteren wat dat betreft. Maar. Um, die, uh, die, 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 ja, die rechten hebben ze natuurlijk niet. Mm -hmm. En uh, EA komt met zijn eigen Dead Space Remake. Ja. Dus dat is, ja. een, dat, dat is een beetje awkward. Want ja. we krijgen dus een Dead Space en dan kunnen we coven. Is die al over een maand, ja, de Dead Space Remake? Uit. Jesus ja, dus, Christ. Uh, nou ja, dan hebben ze het wel uh, beter voor elkaar met de Callisto Protocol. Want die kan dus gewoon nog mee met de, met de, de holidays. Ja, precies. Uh, die ja. Kan nog, uh, ja, volgens mij kan die nog in je schoen. Bij Sinterklaas. Ja, 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 ja zeker weten. Ja. Nee, de uh, Callisto Protocol. Uh, nou, wat ik al zei, uh, dat leunt natuurlijk heel erg op Dead Space. Um, heel even uh, het narratief hoe we beginnen. Jij bent Jacob Lee, gespeeld door uh, Josh Duhamel. Ik weet niet hoe Duhamel. je dat. Ja, ja hoe, hoe Josh, zou je, zeg ja. je het zeggen? Duhamel. Josh Duhamel. Want het is eigenlijk een Franse naam natuurlijk, maar het is ja. een Amerikaanse acteur. Het is een beetje. Nah, een B-acteur durf ik wel te zeggen. Dit is de, de man die uh, stoere gasten speelt in films zoals ja, transformers en, en, en dat soort dingen. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind hem hier uh, ik vind hem best een goede protagonist. Uh, dat is, jij speelt ook als, uh, als Jacob Lee. Ja. Er zitten er nog een, uh, een aantal anderen in. Uh, Sam Whitwer uh, zit er bijvoorbeeld in. Die kennen we natuurlijk uh, onder andere van Star Wars. Hij uh, speelde ook in uh, The Force Unleashed. Was hij Starkiller? Hij doet de stem van Darth Maul en uh, hij begint ook steeds een grotere naam te worden qua voice acting en, en, en acteerprestaties videogames, mm -hmm. dat zien we steeds meer. Ik vind dat best wel vet. We krijgen een soort ja, 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 van videogames Hollywood op een gegeven moment. Want Nolan North is wat dat betreft echt een enorme ster. Troy Baker is in, in de gamingindustrie een enorme ster. En Sam Woodburn begint daar ook uh, aan te komen. Ja, dus, uh, ja en, en uh, grappig dat jij Star Wars zegt. Want uh, in, um, in een van de eerste uren van het spel voelde ik heel erg de overlap met... Uh, hoe heet hij nou uh, Fallen Order, Jedi Fallen Order. Ik kreeg een beetje yep. dezelfde vibe van hoe de game je zeg maar hmm. beetpakt bij je bij je ballen en je wordt er direct tot je nek ingetrokken. Ja, dus dat, dat is dat zeker het geval. Camera, cinematics, alles wordt heel smooth op je afgevuurd en dat had ik met uh, met uh, Fallen Order ook. Ik was eigenlijk de eerste paar uur was ik helemaal in die game dat ik echt dacht wow. Dus Fallen uh, Order is ook een mega vette game. Ja. En um, nou, jij speelt dus Jacob Lee en Jacob Lee dat is uh, ja. En dan kwam ook gelijk weer... Ik wilde nog een andere franchise erin gooien. Het leunt ook heel erg op Alien, vind ik. Ja, ik vind het. Uh, Ridley Scott zou, zou er wel blij mee zijn. Zeker weten. Ik, de, de, to, toch denk ik meer James Cameron's uh, Alien. Omdat er hier best wel wat actie in zit. Mm -hmm. en, en Alien Isolation, dat zou ik meer echt Ridley Scott's uh, Alien noemen. Want de, ja, de, daar is het echt puur overleven. En uit de klauwen blijven van, uh, van monsters. En hier ga je ze echt te lijf met je fucking baton. Maar je zeker. speelt een space trucker. Ja, je bent eigenlijk een vrachtwagenchauffeur. Uh, ja. Jacob Lee. En uh, Jacob Lee heeft eigenlijk gewoon een kut. Uh, ik zal uh, niet ja, best wel. spoilen, maar hij heeft wel echt een kutdag. Ja, nee. Ja. Hij, uh, hij, hij, ja, hij vervoert al, uh, al tijden bepaalde dingen tussen. Uh, tussen ik weet niet of het aard is. En, en de, 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 de Jupiter-maan Callisto. Ja. Geheime fucking cargo. We hebben geen idee uh, wat het precies is. En op het begin is de opening van de game, dus het is geen spoilers, jongens. Um, wordt zijn, uh, ja, zijn, zijn space -truck, zijn spaceship, wordt eigenlijk overvallen door een uh, terroristengroep. The Outer Way. En uh, dat gaat helemaal mis. En hij crash landt op Callisto. En Callisto is een, uh, ja, een, een space gevangenis op een maan. Daar kom ja, je ook Black niet zo heel snel Prison. vanaf. Ja, ja Black, Black Iron Prison inderdaad. En hij stort daar neer. En vervolgens wordt hij zonder gerechtigheid of zonder dat er een rechter aan te pas komt, wordt hij veroordeeld ik denk eigenlijk levenslang, in de Black Iron Prison. Ja, hij komt in ieder geval uh, goed in de Panari terecht. En het is dus aan jou om, die, uh, nou ja, om in die gevangenis je weg te vinden. Ja. Um, ja, er is, uh, er is natuurlijk wel wat meer aan de hand. Het is niet, uh, nou ja, dat zie je hier ook op de beelden wel. Er zijn niet alleen, uh, hoe zeg je dat, mensen in de gevangenis. Nee. Maar er is ook een, uh, ja, een uh, nogal fucked op uh, mutatie uh, zich daar aan het uh, verspreiden. Ja, je, je hebt het al gelijk op het begin, want uh, je maatje Max, dat is je co-piloot, die je uh, wel geteld vijf minuten leert kennen voordat hij uh, <laughs> wellicht het loodje legt. En uh, die, die, voelt zich al, die voelt zich al niet helemaal lekker over, over, over de cargo die je aan het vervoeren bent al, uh, al geruime tijd richting Callisto. Geen idee uh, wat het natuurlijk is. Mm -hmm. En het zou mogelijk iets met, uh, met deze uitbreiding te maken kunnen hebben. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk aan de spelers om uit te vinden wat, uh, wat er allemaal uh, gaande is. Ja, laat ik uh, beginnen met uh, de. Ja, we kunnen de eerste uren van de game wel even een beetje proberen spoiler-free te doorlopen. Zeker. Op, wat ja. voor gameplay je ongeveer kan verwachten. Dead um, Space. Ja, ja, Dead Space. Nou, ik had het, ik had het eigenlijk nog mooier in mijn intro. Ik zei een mespuntje Mass Effect, een flinke kwak Doom 3, een eetlepel Resident Evil, een familiezak Dead Space met Mario en een theelepel Gears of War. Oké. Okay. Ja, dat is, maar dat is een beetje mijn impressie. Misschien uh, mis ik nog wat, maar ja, het, het, het voelt vanaf. Alien. het begin... Ja, alien. Ah, ja. <laughs> ik voelde, ik, ik kreeg wel echt sterke Doom vibes. En uh, dat is denk ik vooral door de grafische stijl. Ja. En daar kan ik denk ik ook beginnen. Die game ziet er echt teringvet uit. Ik uh, ja, ik ben. Uh, hmm. ik, ja, ik vond het heel mooi in ieder geval. Ik weet het niet. Ik zat de ja, hele tijd op, op, op twee benen. Uh, of wat denk ik op twee benen. Uh, enerzijds toen ik ermee begon, had ik zoiets van. Hmm. Ziet er toch minder, minder mooi uit dan dat ik dacht of zo? En, en, maar op een gegeven moment, uh, ja, wanneer je even een tijdje bezig bent... dan, uh, dan, dan, dan word je zo ondergedompeld in een sfeer. Want de sfeer is echt on gelooflijk En daar zullen we mm -hmm. straks ook nog wel even over uiten. Uh, ik heb al PlayStation 5 gespeeld. Jij denk ik ook? Ja, ik ook. En uh, laten we dan ook even een splitsing maken... misschien in gewoon de graphics en in de stijl. Want laat ik wel zeggen... De stijl is niet echt heel origineel. Nee, nee, nee. Maar het, het werkt en het doet wat het moet doen. Uh, wel voor de Playstation 5 uh, zijn er twee verschillende graphics modes. Uh, ja. uh, wat een. Beesten zijn dit. Oh, trouwens, ja. man. Man, oh, man. Voor, kan je die überhaupt ontwijken? Of bijna uh, is het ja, nog nooit fucking gelukt? Er, is, er was één moment in de game, even een klein intermezzo. Toen triggerde ik die animatie van die guy, maar ik stond nog niet in Reach. Dus toen tripte de game hem helemaal. Toen, begon, okay. toen sta, zag je dat beest de hele tijd uh, soort van op mij aflunge, maar hij kon mij niet pakken. Hmm. Dus uh, ja, ik weet ook niet of je ze kan ontwijken. Het is mij in ieder geval nog, uh, nog niet gelukt in, uh, in de vele uren die ik in Metal deze game heb gestopt. Maar er zijn twee uh, graphics modes: eentje is uh, 4K 30, eentje is kut en eentje is niet kut. Ja, om heel eerlijk te zijn, ik zou niet weten waarom je 4K 30 zou willen yeah, spelen. Yeah, yeah. Ik moet ook zeggen, ik vind het er niet heel veel beter uitzien dan een Performance Mode. Nee. Misschien een iets lagere resolutie, maar voor de rest. Ja, ik heb niet echt bepaalde dingen kunnen, uh, kunnen be, ja, be, ja, bespeuren of nee, wat dan ook. Nee, dus ik heb hem snel op 60 FPS gezet. Want de basis was bij mij uh, quality mode. Mm -hmm. Nou, alsjeblieft, uh, zet hem thuis uh, gelijk in performance mode. Je zult het ook wel echt, uh, echt nodig hebben. Ja. En wat ik zei, op een gegeven moment zit je in die game. En um, ja, dan, dan word je wel echt meegesleurd uh, oh. door de vibe. En ja, mm -hmm. wat ik zei, ik vind de graphics misschien niet super super imposant. Maar hij doet, uh, hij doet zijn werk en, uh, en de sfeer is natuurlijk bij een survival horror game eigenlijk denk ik wel het allerbelangrijkste. Ja, en ik moet zeggen, ik was er wel van onder de indruk, zelfs al is de stijl best wel uitgekoud. Mm -hmm. Want het is in principe, ja, het lijkt alsof ze allemaal assets van Doom 3 hebben gepakt en daar gewoon vijf keer zoveel van in het beeld hebben gezet. Want het is natuurlijk nieuwere hardware. Ja, qua enemy design en, en alles, is het, het is niet origineel, maar nee. ik vind het wel bijzonder goed bij elkaar passen. En ook de wereld is natuurlijk gewoon best wel, nou ja, wat jij zei, die Doom 1... Vibe. Ik heb het idee dat de wereld wel heel logisch aanvoelt. De stukken ja. waar je in komt. Het is wel echt, een, ja, een, een, echt zo'n game. Ik denk dat je er ongeveer 15 uur voor nodig hebt. Als je een beetje gaat speuren. Er zitten nog wel wat, wat geheimpjes hier en daar. Dan kan je er nog wel wat uur aan vastplakken. Ik ben sowieso een toerist. Ik ga altijd alles checken. En ik vond de details en de hoeveelheid objecten en de dingetjes die overal stonden. Nu ja. kwam ik in de kantine en er stond nog een pokertafel en dat soort dingen die nog uh, abandoned was ineens, ja, er zat gewoon echt heel veel detail in. Ja zeker. En wat je zegt, je doet er ongeveer uh, 15 uurtjes over. Uh, het is een vrij lineaire game, althans uh, het pad dat je moet bewandelen uiteindelijk. Dat dat is vrij lineair. Ik bedoel, uh, de, 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 er zijn niet meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar onderweg naar Rome zijn er genoeg uitstapjes die je kan maken. En um, die zul je over het algemeen ook wel echt nodig hebben, want uh, ja. Je, je inventory, uh, die is zeer beperkt. Mm. Echt zeer beperkt. Um, en vooral de uh, bullets en de credits, je gaat ze echt nodig hebben. Dus uh, doe jezelf een plezier. Ga de wereld van Callisto ontdekken. En um, ga vooral heel veel looten, want het, het is zo ontzettend belangrijk. Vooral op het begin, uh, en dat, 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 dat werkt... Oh, Jezus Christus. Jezus. <laughs> ja, hele goede Dead Space vibes, inderdaad. Ja, uh, maar op het begin, um, je krijgt al vrij snel krijg je een gun. Ja. Want uh, je hebt eerst een, een, een stunbeton, uh, die je krijgt, maar op een gegeven moment kan je, kan je een gun printen. En dat is maar goed ook. Want, dat, ja, dat is ja, zeker dat is maar goed. goed er, ook. Ja. Want op een gegeven moment, maar op het begin, word je nog vrij royaal beloond met bullets. En, mm -hmm. dan, en dan denk je van, oh, uh, je kan een bepaalde combinatie doen met je stunbeton. Dan moet je, uh, moet je ontwijken, ontwijken, slaan, slaan. En op een gegeven moment krijg je, ik denk een critical spot of iets dergelijks op, uh, op, op, een, op een vijand. En daarbij kan je gun gebruiken. Want je speelt niet zozeer gun first. Mm -hmm. Die gebruik je als ondersteuning. Ja, het is een combinatie der dingen. Ja. Hè? Je hebt dus eigenlijk... Je hebt, uh, ja, je, kan, je hebt guns en je hebt melee. Of ja. melee. Hoe, dat dit gooi in de comments alsjeblieft. Hoe zeggen jullie? Ik zeg het melee. Dat komt de Super Smash Bros. melee. Het, is me, het, is, het kan allebei. Dat wist ik niet. Ik dacht eerst dat het altijd Melee was. Ja. En bijvoorbeeld Steven die zegt: Stowy Zijns Melee. Echt? Maar ik heb vaak genoeg gezien dat Melee ook gewoon komt. Ja. Dus kennelijk, uh, kennelijk zat ik verkeerd. De voice actor van CJ en San Andreas, dat, dat is ook een rapper. En zijn rapnaam is Young Melee. Daardoor noem ik het altijd Melee. Voor mij was het ook Super Smash Brothers die me het heeft geleerd ja. hoor. Fijn dat dus we het dus, daarover uh, eens zijn. Ja, ja. Ja. Maar goed, je hebt dus Melee. En uh, daar wil ik eigenlijk ook wel direct even het eerste. Ja, het, 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 de eerste twee uur had de game mij echt volledig uh, beet en ja. toen kwam ik bij mijn eerste gevecht en toen zakte mijn enthousiasme een beetje. Toen dacht ik, oei. Wat dan? Nou, wat, wat was er? Uh, het, aan het dodgen in de melee doe je door of melee doe je door naar links of naar rechts te drukken. Ja. Ik vind en dat ook niet goed werken trouwens. Het, hoor. het werkte niet heel goed. Ik merkte in mijn uh, ja dat, dat is subjectief. Ik vond het niet zo goed werken, maar ik ging de melee dus een beetje uit de weg. En je kan zelf wel enigszins inrichten hoe je je karakter upgrade. Want je hebt een beetje à la Resident Evil. Je hebt maar beperkte credits en daar kan ja. je dus investeren in. Uh, nou, je hebt een soort uh, control-achtige handschoen waarmee je dingen kan oppakken. De grip. De grip. Ja, grip. En je hebt, een, uh, nou, je hebt een aantal guns. En je hebt dus je baton. Dat is gewoon je ragknuppel, zeg maar. Ja. En uh, nou, die knuppel, die, uh, die heb je veel nodig. Uh, het, ja, de combinatie... Dat is mijn main de, fucking wapen. De combinatie van dingen is... Um, nou mijn main wapen was dus die grip. Ik ja? pakte gewoon ik, die gasten. Ik pakte hem bijna niet, man. Yo, ik pakte die gasten en ik gooide ze gewoon de afgrond in. Het was een soort van alsof ik gewoon, nou, zoals ik die Ballisto's in de intro wegflikkerde. Ja, dat, die mannetjes de, en dan. ja ik moet zeggen, dat, dat kan als je één op één staat. Maar uh, wanneer er echt meerdere enemies zijn, wat op een gegeven moment ook gebeurt. En dat is ook waar voor mij een beetje die game op een gegeven moment uh, een ook frustrerend wordt. Wanneer er meerdere enemies zijn, um, dan zijn de controls klunky En ja. de, de controls zijn klunky dat zien we natuurlijk wel vaker bij, uh, bij survival horror. En um, waar je het net al over had, het dodgen... Mm -hmm. uh, dat doe je met de linker stick. Door die dus links of rechts te houden, inderdaad. Yeah. Maar het probleem daarmee is, daarmee loop je ook. Yeah. En vooral yeah. wanneer je omsingeld uh, bent door meerdere enemies... Dan wil je bewegingsvrijheid hebben om je in ieder geval goed te kunnen positioneren. Maar als jij naar rechts moet stappen en er staat een enemy voor je... dan ben je alleen maar aan het dodgen en je hebt zoiets van, nee, ik wil weg, ik wil ja, weg, ik wil weg. Ja. En dat kan niet, want hij blijft alleen maar dodgen. En dan zodra er een tweede bij staat, dan gaat die tweede ook op je mappen... en daarbij, dan ben je gewoon gezien. Ik heb twee woorden voor je. Nou. Nou, vier eigenlijk. Waarom geen quick turn? Ja, dat ik ook. Waarom geen quick turn? Want dat is het ding. Op het uur komt er een guy op jou af... kijk, bij Resident Evil is een naar onderen een rondje volgens mij... en dan draait ja. hij om bij deze game kan dat niet. Dus jij gaat dan op de du je trekt het pootje een beetje schuin naar. Jacob is een zware, een zware jongen. Dat, dat maakt de game ook vet. Hij heeft gewicht ja. in hoe hij loopt. En, uh, ja, daar komt vrij en, realis ja, realistisch over. Kijk, hij gaat draaien en je hebt po het pookje schuin. En als jij dus gedodged wordt terwijl jij draait. dan registreert de game dat niet altijd als een input. Dus ik nee. heb af en toe dan werd mijn schedel er weer afgehakt. en dacht ik: ja, fuck. Ik heb echt wel wat frustrerende momenten gehad. Dat zeker weten, ja. Waarop ik dacht. Is quick turn gepatenteerd of zo? Door Capcom? Uh... Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik vind ook echt dat het hierin uh, had moeten zitten. Want het zou een hoop uh, frustrerende momenten voorkomen. Hier bijvoorbeeld ook. Want hier pak je op een gegeven moment pak je een fuse. Uh, volgens mij om, een, om een, naar een bepaalde lift te komen of iets dergelijks. En zodra je die fuse hebt gepakt en naar beneden loopt. dan komen er twee of drie enemies op je af. Maar die corneren je heel snel. En, en je komt er gewoon niet meer uit. Je moet er ja. echt. Kijk, en dat, dat is trial and error. Ja, en dat is ja. niet heel erg vervelend of slecht of iets dergelijks. Maar het is wel een bepaalde manier van gamen... die niet helemaal eerlijk voelt. Ja, yeah, nou ja, dat is het. En op de duur, uh, ja, zonder al te veel spoilers te geven... je krijgt ook een soort van... Nou, laat ik zeggen, het zijn, ik weet niet of het bosses te noemen zijn... maar het zijn pittigere enemies... die ja. echt, echt volledig je dedication vragen. En die enemies, altijd als je met die enemies vecht... staat er een object in het midden van de kamer... waar je gewoon de hele tijd rondjes omheen moet lopen... en die guy loopt achter je aan. Ja, het is zo'n stomzinnige manier van ja. de game moeilijker maken... En ik ben heel vaak doodgaan en dit is misschien wel mijn grootste frustratiepunt van deze game: het wapenswitchen, <laughs> het wapens, het fucking wapenswitch. Je pakt een gun ja. en op het moment dat jij dus een andere gun pakt, moet je helemaal wachten tot die animatie af is. Je kan niet direct beginnen met reloaden, anders dan blijft hij bij het vorige Maar wapen. Dat, dat vind ik juist wel weer goed werken. Hetzelfde ah, werkt met uh, medpacks met, met <laughs> en, en dergelijke. Uh, ja, je kan van die bepaalde uh, medguns of whatever the fuck het, het zijn injecties die je in je nek kan steken. Uh, uh, je man. ziet natuurlijk ook al je, je bar zie je op je nek staan. Uh, ja, die injecties vind ik vet. Maar, waar, waar zullen ze dat vandaan hebben? Uh, maar, maar kijk, bij het wapenswitch had ik, het, had ik meer van als je een wapenswitch hij cancelt gewoon de animatie. Het voelde echt alsof alsof je gewoon in een soort 3D-programma een animatie aan het cancelen was. En ja, kijk, ik, je wil een wapen switchen en je wil hem direct beginnen te reloaden. Ik weet niet of dat realistisch is, maar. Nou, kijk, de ding is ook met, bijvoorbeeld met die met die stem die je dus gebruikt in je nek. Uh, het duurt gewoon heel lang. En dat dat hebben ze expres gedaan. Want wanneer je die 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 stem wil gebruiken, dan doe je pijltje naar beneden. Je moet pijltje naar beneden. Moet je inhouden. Dan gaat hij heel rustig, heel even ja. op zijn knie zitten. Pakte hij hem heel even op en dan. Ja, ja nu, nu. Ja, doe maar dan. Daarover. En dat duurt heel lang. En, en vervolgens, ja, weet je, dat kan je echt alleen op hele rustige momenten doen. Dus het voelt wel deliberate. Alleen je hebt wel zoiets van, dude, je bent een fucking Black Iron Prison, ben je aan het ontsnappen. Adrenaline, giert door je lijf, doe je niet. Ah, ksh, ja, dan, ja, ja het, je. het was mooi geweest en dat heb ik ook met de wapens als je rennend shit, uh, shit had kunnen doen. Maar wat ik wel heel heel vet vind aan de game, is dat je helemaal geen uh, interface hebt op het scherm. Alles is te zien. Aan zijn nek zie je zijn healthbar. Mm. Aan zijn gun zie je zijn ammo count. En ja. ik, ben, ik heb een OLED thuis, dus ik ben altijd inbrand. Uh, ik wil niet dat dingen inbranden, ook al is dat volgens mij helemaal niet meer van deze nee, tijd. Maar ja, ik ben, vol, volgens mij niet. Ik bedoel, ik heb nu denk ik twee jaar of drie jaar zo'n tv. En ik game echt vele uren achter elkaar. En ook gewoon games zoals FIFA, waar altijd een hut op staat of, of Destiny. Maar nooit, toch is het. Kijk, je uh, hebt ook die groep. Die zie je ook in zijn nek hoeveel accu ja. je nog hebt. En ik, ik, ook bij games als Red Dead en GTA zet ik eigenlijk liever de interface uit. Want het maakt het, maakt het gewoon nee, meer. immersive. Universes. Ja, zeker. Weten. En ik besefte me dat pas toen ik het net zag. En ik denk dat dat voor mij wel een, een groot deel is van waarom, ondanks de tekortkoming, ik wel echt met veel enthousiasme door ben gaan spelen. En wat mm -hmm. ik bijvoorbeeld ook heel gaaf vind aan de game. Dat was echt voor mij een soort van: dit is next gen vibe. De rumble van die game. Ik was de echt onder, ja, ik was onder de indruk, mm. man. De, de, ja, met de PlayStation, de PlayStation 5 controller. Dus ja. ik denk dat Xbox en PC gebruikers uh, daar niet van kunnen profiteren. Nee, nee, het is goed dat je dat zegt. Ik, maar... ik, ik, had, ik had juist met die controller een ander ding die ik echt heel vet vond. En um, ik weet niet of je met een headset speelt. Uh, allebei heb ik gedaan. Oké, okay, ja, ik, ik heb zonder headset gespeeld. Gewoon op tv en uh, lekker uh, gewoon onderuit op de bank. Uh, wat ik normaal gesproken echt een gimmick vind, dat is die speaker in de PlayStation controller. Maar hier, wauw. De, ja, 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 om een ja, of andere ja. reden. Het voelde altijd als een gimmick. En hier had ik zoiets van... Oh, kut. Het voelt echt alsof ik in die game zit. En ja, vooral uh, omdat dat, dat speakertje ook zo schel is. Klinkt heel goed alsof het een, een, een radio is. Ja, ik vond dat ook heel vet. Het enige, daar gaan we wel direct weer even een beetje azijn over, over sprenkelen. Wat ik hey, we moeten ook kritisch zijn. Precies, Nee, nou ja, dat uh, liever it up to me, want ik heb er nog een paar. Oké, okay, kom maar op. Je hebt, uh, je hebt van die audio logs van lui en ik vind ja. dat altijd heel dope. Ik wil, ik wil de backstories weten van de ik wereld. Heb, ik heb dezelfde kritiek, denk ik, die jij nu gaat leveren. Ja, dus je uh, weet het. Je, je kan de audio logs niet, niet zeg maar afspelen, afspelen terwijl je, je loopt. loopt. Dus nee, dus je dat, moet dat, is ja, dat, is dat is debiel. Dat is erg debiel, want... Uh, je doet pijltje omhoog, en, uh, of, ja, pijltje omhoog, dan kom je in je inventory, dan kan je met L1 en R1 even schakelen tussen wat menus. En je vindt, dus, terwijl je gewoon aan het, aan het rondlopen bent in de wereld, sommige moet je oppakken. De andere, dat zijn gewoon extraatjes, die geven je meer context over wat is er nu gebeurd op Callisto? Wat is er aan de hand? Mm -hmm. Zijn er gekke experimenten bezig of wat dan ook? Geen idee. En daarvoor moet je al die uh, audiologs en videologs trouwens ook, moet je ook gewoon allemaal gaan, gaan checken. En om die puzzelstukjes bij elkaar te zetten. En um, sommige duren ja, een paar seconden. Dan is het niet heel erg. Maar sommige duren gewoon een minuut of langer. En, en dan heb je zoiets van... Ja, waarom moet ik stilstaan? Ja, 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 ja. Ten, ten eerste, je hebt een mattie aan je zijde... over de radio die, die je eigenlijk bij alles uh, helpt. Dat kan gewoon prima tijdens het spelen... Mm -hmm. Dan kan je dit toch ook gewoon tijdens het spelen afluisteren? Ja, ja, ja. Het, het haalt gewoon in één keer. Het, het is alsof je de game op pauze zet. Ja. En dan in één keer maar lore gaat zitten lezen. Ja, of precies. Wat nou. en dat is jammer. Want voor de rest vind ik de pacing van de game namelijk wel heel erg goed. Los van het feit dat je dus door de eerder genoemde combat issues af en toe eigenlijk onnodig doodgaat. En ik heb dan een heel breed scala aan scheldwoorden, welke ik door mijn kamer slinger. Die kan ik ook wel. Mijn controller heeft wel even wat flex gekregen. Oh nee, Ik heb hem wat dat betreft nog wel ingehouden, maar ik zat vanochtend... Ik heb vanochtend ook nog even Ik zat vanochtend ook, ik zei vanochtend echt gewoon hard op in mijn kamer. Echt zo van, jezus, wat is dit kut! Ja, maar dat is... Frustratie van dat het even niet lukt. Niet dat het een kut game is of zo. Nee, weet je? Nee, nee, dat dat nee. is gewoon van, ja, overmacht. Maar dat is ook die trial and error shit. Want van, oké, okay, dit werkt niet. Even kijken wat we dan wel werkt. Ja. Weet je? Want sommige stukken moet je wel echt op een bepaalde manier spelen... Die, uh, ja, de, die de developer voor je bedacht heeft. En ik vind dat niet zo cool, want ik heb, ik heb gewoon liever vrijheid... en om te doen wat ik wil. Ja. Um, een van de meest frustrerende momenten ook... je had hem hier al in de B-roll, uh, zag je op een gegeven moment... Dan heb je zo'n oh. kamer waar al die blades aan het draaien zijn uh, voor, ja. van de muren op een gegeven moment. En uh, je moet wachten. Je, je hebt een deur bij je aan het openen en dan moet je wachten. En toevallig is het Wat ook de battle, ja, <laughs> battle Arena, waarbij uh, allerlei monsters op je afkomen. En dan merk je gewoon deze combat is niet geschikt voor veel enemies tegelijkertijd. En dan kan je zeggen ja dat hoort erbij bij het bekruipende gevoel van survival horror. Nee, hier was het gewoon meer frustrerend. Zeker ook omdat ja, je dus ja. niet snel kan omdraaien, waardoor je ook niet ziet wat er achter je gebeurt. Je ziet het hier ook goed in de gameplay. Ik krijg het het patsen in mijn nek. Maar ja, maar ja, je op, hebt ja. geen idee waar ze zijn. Nee, daar gaat hij weer. En um, ja, ik moet wel zeggen dat ik daar ook heel erg op die grip ben gaan leunen op die hand die je ook in controle hebt en dingen ja. op kan pakken. Ja, ik ging gewoon als een soort van gehaktboer, ging daar, of een soort slager, Zodat ik gewoon al die lui één voor één in de molen te gooien. Ja, ja, dat werkt over het algemeen wel best inderdaad. Alleen dan krijg je geen lootdrops, en dat is wel weer een ding. Het zit, oh, er shit, zit een ja, beloning tuurlijk. in. Als ja. je, je hebt wel, uh, je hebt spike traps aan de muur. Als je ze daar tegenaan gooit, kan komen af. Ja, die, die zijn heel vet. Als je die, ze die dan een paar vet. petsen geeft, dan, dan laten ze nog iets vallen. Oh, dat wel? Ja. Oh, ik heb, ze, ik heb vaak genoeg inderdaad met de grip. Want met de grip kan je ze oppakken, maar je kan ze ook wegstoten. Ja. En dan heb je hier een spike wall. dan pak je hem op en dan... Dan plant je hem gewoon op die spike, want dan blijft hij ook gewoon hangen en dan blijft hij nog een beetje bewegen. Ja, ja dat is, is dope. Het, het levert soms ook hilarische situaties op als je characters, zeg maar, net buiten de game area gooit. Waar, ja, waar ze eigenlijk realistisch gezien nog wel zouden terug kunnen komen, maar dat is dan niet een plek waar Jacob zelf kan komen. Dus dan ligt mm -hmm. die enemy daar gewoon en dan, dan ligt hij nog wat na te flapperen en dan is hij dood. Ja, ik, maar, uh, even één ding wat ik nog ja. uh, want We hadden het net over, uh, over uh, het geluid uit ja. de speaker. Ik heb de game zowel op een headset gespeeld als op een 7,1 surround set. Dus ja. het sound design is echt fenomenaal. Man, wat vet. fenomenaal. Uh... Ik denk misschien wel een van de beste sound designs ooit in games voor mij, want ik heb echt. Dingen gehoord, op de duur, je hebt bepaalde enemies die komen door de ducts, en je hoort gewoon zo, poem, 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 nou, poem, poem, poem. Het, ik werd gek. Het houdt oh, je, Ja, het zorgt <laughs> gewoon voor dat je de hele tijd uh, ja, op, 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 op je hoede bent. Want oh, weet je, je bent, je bent aan het exploren een beetje, want wat ik al zei, er zijn genoeg zij-uitstapjes waarbij je loot kan verzamelen. En die loot is dus ook heel belangrijk, daar kom ik straks nog wel heel even op terug. Maar dan hoor je een keer, je, je loopt door een gang, en zeker ook dus omdat je niet... Snel 180 graden kan draaien. Dat helpt dus ook wel weer een beetje bij dat beklemmende gevoel. Mm -hmm. dan, um, dan loop je richting een kist en dan hoor je achter uur... je. Ja, oh man. Ik krijg er echt. Het <laughs> is freaky, man. Kut! Dan draai je om. Nee, ik zie niks. Dan draai je weer terug en. Oh, mijn god. Oh, fuck? Ja, ja. En ook uh, bijvoorbeeld op de duur heb je ook zo'n. Uh, ja, dan moet je een stroomkabel aansluiten. En als die stroomkabel aangesloten is, dan hoor je echt zo directional. Er ligt zo'n gigantische kabel te gloeien. En je hoort hem echt waar ja. hij is. En ja, ook gewoon kleine dingen zoals op de duur Daar heb je van die decompression chambers. Dan ga je van het ene gebied naar het andere en dan moet, de, ja, dan moet je worden gesteriliseerd of weet ik veel ja. wat. Dat geluid, joh. Ik zat de eerste keer dat te luisteren met mijn headset op en ik hoorde echt overal zo'n soort van. En aan het einde was het klaar en dan is het zo. En toen hoorde je daarna hoorde je nog een machine nog een soort van nadreizen. Zo... Ja, nee. Het is heel eerlijk. Kijk, wat ik zei, ik was niet weggeblazen door de graphics, maar het is echt een hele mooie game maar audio design de, de, de echt mijn kop en schouders steekt boven de rest Zo. uit. Boven gameplay, boven graphics. Alles eigenlijk. Voice acting ook goed. Wel ja. weer een puntje lip sync is af en toe dat je denkt hoe kan dit? Ze hebben die acteurs gewoon letterlijk gewoon voor de poren van camera... Nou, dat, had ik dus op, dat, dat is dus een van die dingen waardoor ik op het begin had van... Ah, het voelt niet helemaal next gen, weet je wel? Mm -hmm. Van inderdaad, lip sync is, is af en toe een beetje een probleem. En sommige camera angles heb je ook het idee van... Dan is het gezicht heel raar belicht of zo. En dan, dan dat, dat breekt een beetje de immersie. Uh... Maar aan de andere kant, om het dan weer even op te nemen voor onze Glenn Schofield... Op andere momenten, bijvoorbeeld in het begin van de game... Uh, nee, dat is niet echt een spoiler. Dat is letterlijk het eerste wat je meemaakt. Je komt in die bak, in die gevangenis. Ja. Je krijgt een implantatie in je kop. Yep, ja. De core. Hoe dat eruit ziet joh. Ik dacht zo de tering man. Dat is net een film, weet je wel. Oh, ik zat er helemaal in. Ja, nou, kijk, ik ben blij dat, 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 dat we echt richting uh, een, een industrie gaan... waarbij we nu... Uh, kijk, acteerprestaties worden niet meer onderbelicht. Ja. We, we, de, we zijn wel op dat punt aangekomen... dat dat uh, net zo belangrijk is als, uh, als de gameplay zelf, uh, simpelweg. Nou, we, we zien natuurlijk bij alle Sony-games uh, is dat natuurlijk een groot ding. Nou, hier hebben ze ook echte acteurs gebruikt. Uh, Josh Duhamel is daar dus eentje van. Uh, Kimiko, ik weet eigenlijk niet meer hoe ze heet. Vol volgens mij iets van... Fukuhara heten. Uh, Kimiko van The Boys zit er ook in. Uh, zij uh, speelt een terrorist wellicht. Van de ouder uh, Way. Uh -huh. uh, in ieder geval uh, onderdeel van die bende. En uh, ook, ook haar. Ik vond, ik vond haar super doop. Ik vond haar ook wel heel goed. Ja. Ik vond sowieso de acteerprestaties zijn goed. Maar wat ik wel af en toe een beetje miste. Was uh, voor mij een soort echte motivatie om het verhaal te volgen. Want in principe is het gewoon. Ja, Keycard is weg, vindt een Fuse voor deze poort. En de, op de duur zijn er wel ook wel wat emotionelere uh, interacties tussen de kijkers, die bij ja. mij een beetje uit de lucht kwamen vallen. Want ik dacht, dat, ja, uh, hoezo geven jullie om elkaar? Dus de mist een beetje back Ja, de, de, daar ben ik wel mee eens. Maar <tosses> van het verhaal... Kijk, verhaal, het verhaal, het is minimaal. Maar het doet precies wat je nodig hebt. Want je, je, je doel is heel erg duidelijk. En, en de, de manier waarop je soms links en rechts gaat in het verhaal ook goed gedaan. Althans, vond ik, ik vond het redelijk interessant. Je ziet het wel aankomen, maar het past gewoon goed bij het verhaal wat ze willen vertellen. En een verhaal hoeft niet altijd te verrassen. Als het gewoon goed geschreven is, dan vind ik het prima. En dat zie je zeker op zijn plek. Ja, en het verhaal is natuurlijk ook de volgorde van de gebieden waar je komt, is dat maakt ook het verhaal vet. Ja. En ik moet ook daarin zeggen, wat een beetje de tweestrijd is, sommige gebieden zijn heel vet. En op de duur, je ziet ook wel wat gerecycled assets, weet je, van die ducts en zo. Ja, maar dat dat, dat, dat was een van de, van de dingen die ik ook had. Weet je wel, de, de, de omgevingen, uh, weet je, ze zien er super sfeervol uit. Maar ja, na 15 uur heb je ja, wel zoiets... Ja, om... ja. Dan is het ook, het is, het is misschien net iets te lang zelfs. En dat vind ik uh, ja, dat bij ik de omgevingen wel. niet zo erg. Maar ik denk dat ik bij de combat met de enemies dan wel wat variaties miste. Want ik denk, ja, kijk, die enemies, je hoeft ze maar een klein beetje te tweaken en dan zijn ze anders. En ook ja. zowel in het uiterlijk als in de type gevechten die je hebt. Merk ja, ja. ik op de duur dat ik... Uh, de, de, je hebt dismemberment. Dit dus is ik... trouwens de Spikeball. inderdaad, ja, waar we het over ja, hadden. Ja, heel vet. Kijk, want je kan op zich ledematen eraf hakken. En de hompen vlees die vliegen door het scherm. Echt ook trouwens ook een heel grappige bugs heb ik gehad. Op de duur dat er een arm gewoon ja? zat in de muur. Uh, en echt op de duur dat ik gewoon liep dat er ineens een homp vlees door het beeld vloog. wat ik wou zeggen... Um... Voor, voor, ik vond het bijna uniek. Oh, wauw. Ja. Dat zeg maar. Maar ah, oké, okay, ik vind het wel minimaal hoor. Ik bedoel, het is niet heel erg. Maar wat, ik, wat ik wilde zeggen is, uh, tijdens het spelen had ik dat al gelijk. Wauw, dit uh, voelt bijna uniek. Een game voelt af. Weet je wel? En, mm -hmm. en dan bedoel ik van... dat er geen gekke glitches, bugs of, of gamebreaking stuff is. Ik, ik heb echt glitches gehad, Ja? Man. Ik, ja, heb, ik ja. helemaal niks. Ik, in, in, vanochtend speeluren. Nog. Oh, wauw. Ja, ik, ik heb helemaal niks. En ik was bijna verbaasd... Van, dat ik dat moet gaan noemen in een review. Dat, dat we dat tegenwoordig zo normaal vinden... dat het op day one niet... niet oké okay is. Sterker, wij hebben wel voor Day One gespeeld. Mm -hmm. Wellicht komt er, uh, want we nemen dit op donderdag op, morgen komt die uit. Wellicht dat er morgen een Day One patch is. Maar ik, ja, heb echt, ja, ik ben echt, een... niks ja, in, echt niks tegengekomen. In de, in de vijf, zes dagen dat ik ermee bezig ben geweest, zijn er volgens mij ook twee patches uitgekomen al, in de preview. Oh, daar hebben we niet op gelet, maar... Ja, nou ja ik heb die gewoon gecanceld. Ik wilde gewoon direct spelen. Ik had geen zin om oh, nog okay. twee uur te wachten. Dus deze dingen over glitches, die kan je denk ik ook wel met de korrel zout nemen. Maar ik heb ik, ik, ik ben niks tegengekomen. Dus uh, jij ja, wel, heb, uh, ik ja, niet. Maar. Ja, items die ik niet kon oppakken. En ik had vanochtend nog dat ik met een gast aan het matten was. En ja. die, die triggerde een def animatie En ineens was ik pff, weer helemaal terug in het begin van dat gebied. Oké. Okay. En ik heb één keer gehad dat je hebt een bepaalde enemy die soort, ja, op je afvliegt. Dat ik dus hoorde dat die getriggerd werd. Ik stond gewoon in de gang en ik hoorde de hele tijd... Maar ik vind die, die enemy-vink zo kut. Want dat ja. voelt gewoon oneerlijk. Ik kan hem niet blokken. Althans, of de game legt het je totaal niet uit. Of het is totaal niet intuïtief. Ik, ik weet het niet helemaal. Maar dat, dat voelt een beetje als een cheap shot. Uh, om ook nog even bij de enemies te blijven. Ik had precies hetzelfde um, wat jij had. Die, niet dat die enemies niet leuk zijn of iets dergelijks. Maar ik had, ik had wel um, na 4-5 na uur. had ik wel zoiets van ja, oké, okay. uh, deze enemies ken ik nu wel. Ja, en, en... weet je, het, het, het is wat dat betreft, als ik het mag vergelijken met de last, met de klikkers bijvoorbeeld, die, ja. uh, die characters, enemies. Ja, vind ik dit een beetje een gemiste kans. Want je hebt bijvoorbeeld op de duur ook enemies die zijn doof. En die kan je dan, je moet stelven en dan kan je ze shiven in de rug, weet je, met een mes. Ja, de, maar die enemies... Die... Trouwens... Dat was wel een bug die ik ben tegengekomen. Uh, want je kan ze inderdaad, je kan sneaken. Mm -hmm. En dat zijn inderdaad bijna een soort van klikkers. Uh, mm -hmm. ho hoe ze ook rondlopen en, uh, en de dingetjes die ze doen. Ah, mooi, ook hoe ze de ja, ja. ogen de fucking uittrekken. <laughs> ah. Ik zat echt hard aan te lachen. Ik vond dit zo gaaf. Jacob heeft een kut dag, dat is niet waar. Maar um, dat had ik wel. Um, ik had regelmatig... Nou, regelmatig. Dat is is drie keer voorgekomen, denk ik. Maar uh, dat ik inderdaad zo'n enemy wil, uh, wil, wil uitschakelen. Stealth ook inderdaad. Dat het niet lukte. Hm. Dat ik gewoon achter hem stond. En dan moet je kruisje drukken, volgens mij was het. Gebeurde niks, gebeurde niks. En op een gegeven moment ja, hij draait hij nee. gewoon om. BAT! Weet ja, je? De, ja, ja, ja. godverdomme. Ik heb, ben al, ik heb al lage health en, en er zijn al heel veel enemies, dus ik moet al heel voorzichtig zijn. Ja, en Jacob en dan, dan verandert soms uh, verandert in Pijn. Dat kan ineens gebeuren. Als hij er zin in heeft, dan heeft hij een hoofd van marspijn Dan slaat hij zo zijn halve schedel eraf. Ik, ja, dat maar, vind ik wel cool. <laughs> ja, die dev-animaties zijn heel bruut. Maar wat ik ook wel stom vind aan die dove enemies... Je kan letterlijk gewoon tegen ze aanlopen, er gebeurt nog niks. En op de duur, als je ze doodmaakt, maakt, is het Ja? Geschreven. Oh, dat heb ik helemaal niet gezien. Er staan er vijf van die dode guys, alsof je een varken slacht. En die <laughs> andere enemies staan nog steeds gewoon een beetje... Ja, die zijn nog steeds doof, maar blijkbaar horen ze selectief ook niet... dat hun hmm. matties worden geslacht. Dus ja, dat vond ik een beetje een... Uh, haalde ja. me een beetje uit de immersion. Maar ja, die enemies hadden wel, wel loot. Ja. Dus ik, ik shifte ze en dan pakte ik de loot en dan schoot ik de rest weer dood, man. Maar even kijken. Uh... Een van de andere dingen. Het looten. Uh, je hebt, wat ik al zei. Je hebt een hele beperkte inventory. Okay. Um, er zijn veel plekken om te looten in de game. Uh, nogmaals. Uh, wat je ook zei. Uh, je moet ook de enemies looten. Dat doe je door op ze te stompen. Volgens mij komt dat ook uit uh, Dead Space. Uh, vergeef me. Dat is een beetje het onderzoek die ik heb gedaan. Want ik heb zelf niet echt Dead Space gespeeld. Er was net een beetje een periode in mijn leven. dat ik wat minder game, uh, gamede. Oh. Toen die Dead Space uh, trilogie. Uh, op een gegeven moment uitkwam. Um, maar oh. wat ik had gelezen. is dus dat het ook in Dead Space. Goede ja, en dit is de enige keer dat ik de game, dat ik die game uh, heb zien slippen. Dat was hier, toen ik dacht, dit film ik maar even. Dat is letterlijk de enige plek waarop ik dacht... Ah, de devs zijn eventjes... Uh, die, die hadden vrijdag, die dachten, we gaan om 12 uur ja, naar maar huis. Maar hier moet jij ook niet met de zaklamp op gaan zitten schijnen. Dat, dat mag helemaal niet. Ik ben, uh, ik ben inquisitive. Ik zit altijd in de hoekjes van games te kijken of ik uh, nog iets kan aantreffen. Nee, maar de, de, dat moet je ook vooral doen. En, uh, maar waar had ik het over? Uh, Dead Space en stompen. Oh, oh en, ja, de stompen. En uh, nou, als je ze stompt, dan drop ze off-credits. Of, uh, of wat andere dingetjes of iets dergelijks. Uh, je hebt een hele beperkte Ja, of be nou was het maar zo'n feest. <laughs> maar hoe is het? Um, je hebt een hele beperkte inventory. En um, om, je, om je bijvoorbeeld je guns te upgraden, of je grip te upgraden, of, uh, of je beton te upgraden, dat gezellig moet je ook allemaal doen. Ja, super gezellig. Vibes. Mo moet, je, uh, moet je credits gaan verzamelen? Mm -hmm. Credits kan je verzamelen door, uh, door shit te verkopen. Ja. Maar dat vind ik echt een leuk spelletje. Ja, Want het is, het is echt continu: de afweging van: ga ik dit nodig hebben? Of. Uh, moet ik dit verkopen? Ja, de Resi Resident Evil vibe een beetje van, uh, ja, je kan, uh, je kan niet alles upgraden in één playthrough. Nee, nee. Dus uh, ja, ga maar even kijken wat je dan kiest. En, uh... Ja, en, en, en dat zorgt toch wel ook weer voor een, kijk, en passen, allemaal, bij, weet je, het is allemaal uit het standaard playbook van een survival horror. En Glenn Schofield en zijn team hebben daar heel veel ervaring mee. Maar dat zorgt echt voor een goed bedrukkend gevoel. En mm -hmm. continu piekeren. Oké, okay, wat ga ik nu doen? Ga pak ik deze helft mee? Of pak ik deze battery pack mee? Je moet kiezen. Je moet key, je wordt ja. continu uh, gedwongen om keuzes te maken. Ja, en dat, uh, dat is ook tof. De manier waarop je upgrades hebben een soort 3D-print stations ja. en als je dan een upgrade doet dan 3D-print die die upgrade. Ik vond dat heel vet gemaakt en uh, ja, zeker weten. Ja, zeg maar de game houdt je wel uh, ja, omdat je zo weinig geconfronteerd wordt met uh, interfaces behalve dan die stomme audio logs waar je dus voor in een menu moet blijven. Ja, dat nee, alles... zie je wel dat, dat dat hebben ze gewoon niet onder de knie. Ja. En wat dat betreft, de rest is heel gestroomlijnd en dat maakt het wel een game die, waarvan ik, ik kan de tekortkomingen wel kan vergeven. En ik heb op, de, op een gegeven moment ook wel gedacht van, oeh, dit is misschien wel een van de vetste games die ik dit jaar heb gespeeld. Ik, ja, ja. De, en ik moet je heel eerlijk zeggen, voor mij is het verrassend. En, en ik weet even niet meer wel, tijdens welke uh, gameshow het was aangekondigd. Ik denk dat het tijdens E3 is geweest. Of in ieder geval ja. rond die E3-periode. State of Play heb ik het voor het eerst gezien. Volgens mij. Ja, ik moet zeggen E3-periode, want het was niet echt een E3 natuurlijk uh, dit jaar. En uh, hij kwam een beetje vanuit het niets. Mm -hmm. En uh, nou, de, de vergelijking met Dead Space was natuurlijk meteen met gemaakt. Maar met Striking Distance Studios. Ik, ik had op het begin echt zoiets van. Nou, hij stond niet echt op mijn radar. Het zag er cool uit. En, ja. um, nou, maar ik dacht van. Ja, ik heb het idee dat dit gaat een uh, double-A game worden. En dat is prima voor een nieuwe studio, ook natuurlijk. En die ook met een nieuwe IP natuurlijk uh, uh, aan de haal gaat. Maar heel eerlijk, dit was uh, oprecht inderdaad, voor mij dit jaar. Mm. Uh, Zeker een van de vetste verrassingen. Zeker en, weten. En Zeker. los van alle, uh, alle negatieve dingen die we hebben aangehaald... want dit is de Premium Review. We gaan hier gewoon even, even, even de diepte in... van alles wat we het cool vonden en alles wat we niet cool vonden. En dat lijkt misschien af en toe... bijvoorbeeld bij God of War Ragnarok is het ook... dat we een hele lijst hebben met dingen die we niet cool vonden. Maar dat doet niks af aan de algehele ervaring. Want hoe vaak ik ook godverdomme heb geschreeuwd... of ik mijn kus op de bank heb zitten slaan van frustratie... het is een game... Die je niet kan wegleggen. Ja. Je blijft gewoon de hele tijd spelen. Je, je wil gewoon de hele tijd verder gaan. Ja. En ja. af en toe. We hadden het al een beetje over dat de omgevingen. Uh, die lijken gewoon heel erg op elkaar. bijna de hele uh, game lang. Maar er zijn af en toe een paar. Plaatjes, weet je, op een gegeven moment loop je een kamer binnen, zie je allemaal officieren opgehangen of iets dergelijks, en op een gegeven moment kom je in, in een soort van habitat doom, en dan is het gewoon een groot glazen het. en dan zie je op, uh, op, op afstand, zie je Jupiter, en, en ja, je hebt dan ook naaldbomen Jesus. daar, en dat vond ik echt heel vet, want ik heb ja. dus die surround set en ik, die naaldbomen, daar zitten enemies in die hooie ritselen door die bomen, en dat gaat alle kanten op, ja, maar het is weer het audiodesign, en er zitten ook wel lekker veel jumpscares in, daar hou ik ook wel van. Nee, ik moet zeggen, um, ik vond de, er zitten heel veel jumpscares in. Ja. Geen één heeft gewerkt bij mij. Nee. En terwijl je bent ik gewoon hardend. Nee, nee, nee. Ik ben best wel gevoelig voor jumpscares. Uh, mensen die mijn Resident Evil streams hebben gekeken, weet weten. <laughs> ik ben echt niet hardend, maar denk ik, bah! weet je, ja, ik, okay. ik, 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 ik schrik echt. Hier om een of andere reden niet, terwijl de locatie leent zich daarvoor, duisternis leent zich daarvoor, uh, de enemies leenen zich daarvoor. Ik had het niet. Nou, ik heb op, de niet duur, ik heb, op de duur heb ik al mijn lichten uitgezet. En, uh, ja, dit is wel in... een game die je met alle lampen uit moet, Zeker, uh, moet dan, spelen. Zeker. En dan op de OLED met de koptelefoon op. En ja, op de duur was ik helemaal in het scherm gezogen. En toen werd het echt freaky, want ik hoorde ook die geluiden en ik zat echt met. Toen jij het net maar dat is had. wat je wil hebben. Ja. De, 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 dat is precies wat ik vroeger had met uh, Resident Evil, uh, sowieso Resident Evil op PlayStation 1. Maar bij, bij de GameCube, de Resident Evil remake, was het nog veel veel beter. Dat 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 was een soort van definitive version van uh, ja, de Resident Evil versie. En daar was het ook gewoon. Dan zat ik s'avonds op zolder thuis, mijn ouders waren weg of iets dergelijks. Alle lampen uit, rolluiken dicht pitch black het uh, was nachts dus ja ik hoef ik hoefde niet dicht maar uh, okay. weet je en dat, dat, dat angstige gevoel dat wil je hebben en, ja. en, en, en games zijn daar geniaal in omdat de immersie uh, immersiveness natuurlijk enorm is mm -hmm. en dat heb je hier ook en uh, ik, ja. ik heb er echt enorm van genoten absoluut ik uh, kan me daar volledig bij aansluiten het is een game die uh... Ja, op sommige fronten de bal uh, laat vallen. Maar ik moet zeggen dat het op bepaalde fronten... Balletje. Balletje, <laughs> ja. <laughs> en dat, is, dat zit hem vooral in de combat. Je moet daar een beetje je weg in vinden. En um, ja, maar op andere... Het is wel echt triple A. Het is echt, echt een hele dikke game, hoor. Ja, ja, zeker weten. Uh, zie, zie je hier een franchise in? Nou... Ik had, ja. ik had het hele tijd het gevoel van niet uit. Glenn eigenlijk. Schofield wel, die heeft er aan, Ja, ongetwijfeld. Er zijn. Kijk, ik, ik vind het vet dat uh, Striking Distance, de nieuwe studio dus, en uh, Crafton, die ook van PUBG uh, ja. bekend zijn. Nou, hebben... sterker nog, deze game, toen deze werd aangekondigd, uh, volgens mij was dat niet tijdens DC3. DC3 hebben we denk ik gewoon voor het eerst beelden gezien. Maar toen deze game voor het eerst werd aangekondigd, werd er gezegd, deze game is onderdeel mm -hmm. van de PUBG-universum. Oh, het joh, speelt zich gekend. af in de PUBG-universum. En um, op een gegeven moment... Uh... Oh, wow, ik ineens besef, ik mijn easter egg. Er ligt een level 3 uh, helmet uit PUBG in een van de... Die ligt daar op tafel. Toen dacht ja. ik al... Oh. Ja, nee, het speelt... Okay. Uh, althans, het zou zich afspelen in dat universum. Oh, maar dat is letterlijk het enige wat ik heb maar, gezien. Maar dat heeft Krafton... Uh, heeft Krafton uh, uiteindelijk heeft dat gedaan. Uh, simpelweg om hype te creëren. Weet je ja. wel, want uh. PUBG is natuurlijk huge. Uh, en was nog veel groter uh, een aantal jaar geleden. Maar dat was natuurlijk huge. Nou, als je zegt, dit is onderdeel van het PUBG universum dan kopen mensen blind. Mm. Maar Glenn Schofield is echt naar de CEO gegaan van Krafton... en die heeft gezegd... Guys, met alle respect... we kunnen dit niet verkopen als... Als zeggende dat dit onderdeel is van de PUBG-universum. Want dat is gewoon valse advertising. Ja, dit is echt ja, gewoon ah, op precies. zichzelf staand. En ze hebben wel een nieuw sterk erin gezet. En misschien wel meer, die we nog niet eens ja, hebben ontdekt. Ja, wel meer. En, uh, maar dit is niet onderdeel van het PUBG-universum. Dit is gewoon echt een eigen game. We willen een verhaal op zichzelf uh, vertellen. En ja, ik moet je ook heel eerlijk zeggen: ik zie niet zo 1, 2, 3. Deel 2 of deel 3 komen. Ik zie de noodzaak ook niet zo. De noodzaak nou, van een sequel. Maar ik wil wel dat Striking Distance doorgaan met games maken. Want zeker. Het is een nou, fantastisch begin. Maar... Want, uh, kijk, we, we zeiden al het begin. Het gaat niet de originaliteitsprijs winnen. Hoef ook niet altijd. Nee. Maar uh, ze hebben hier iets vets neergezet. Nu wil ik. Misschien hetzelfde concept survival horror. Maar iets nieuws zien. Weet ja, je wel, ja. de DC de, de, de Space. Dead, zombies. We kennen het. En, ja, uh, en nou helemaal omdat de Dead Space al bestaat. Ja, en omdat Dead Space natuurlijk komt. En ik zat nog even de trailer te kijken van de nieuwe Dead Space. Uh, toen ik uh, deze uit had. en uh, Toen ik Alistair Protocol uit had. En ik zat ze naast elkaar uh, te leggen. En ik dacht, poeh. Ja. Dead Space krijgt hier nog een kluif aan. Hoor, om deze game van, uh, weg, te, weg te stoten van de troon. Want ik vind dit echt een... Uh... Kijk, ik kan het er niet op afrekenen. Want het is Scofield en zijn team. Mm -hmm. Dus is het jatten? Nee. Maar weet je, die shit... De core die je achter op je nek hebt met, met, je, met je levensbalk en dergelijke. Mm. Moet dat zo één op één overgenomen worden? Weet je wel? Moet ja, dat? Ja. weet je, Dat is een little too much on Misschien the nose. Misschien hadden ze wat meer kunnen innoveren. Maar ja, aan de andere kant, weet je je weet nu wel ongeveer wat je in huis haalt. Je weet eigenlijk wel een beetje wat je kan verwachten. Maar de game, ja, hij doet wat hij moet doen. En hij doet het verdomd goed. Nee, hij doet het zeker verdomd goed. Alleen, uh, ja, er zitten dus wat uh, haakjes en oogjes aan. Ik denk uh, dat we allebei wel heel erg duidelijk zijn geweest. Het is een game waar, waar, waar we allebei enorm van hebben genoten. Uh, voor ons allebei een verrassing is geweest dit jaar. Voor mij komt die 100% zeker in mijn top 10. Daar -da 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 ben ik van het 100% jaar. van overtuigd. Ja, absoluut, absoluut. En ik denk in de bovenste helft. Ik denk het wel, ja.